hart, door vrees benaard, vermoeid door levensstrijd. Hoe belangrijk en hoe relevant zijn die tradities anno 2020 nog voor ons? Ja. Kijk, traditie hoeft niet slecht te zijn. Traditie heeft te maken met gewoonte. Ik denk dat traditie slecht wordt als je traditie maakt tot doel. Traditie is een middel. Een middel, kijk, bijvoorbeeld elk huis heeft zijn traditie. We leren de kinderen als ze 's morgens opstaan en uit de kamer komen, dat ze elkaar groeten. Als we in de voorzaal zitten en iemand komt uit de slaapkamer, dan is het goed dat je groet. Goedemorgen ma, goedemorgen pa, goedemorgen broer. En dan noem je die ander bij zijn naam als het gaat om je broer of zus. En dat is een goede traditie. Als je thuis komt bij iemand, dan groet je. Als je iemand op straat ontmoet, dan groet je. Dat is op zich een goede traditie. Traditie wordt slecht waar traditie de plek of de plaats van God inneemt. Hier een voorbeeld. Als bijvoorbeeld, wij kennen bijvoorbeeld de traditie binnen de IBGS, dat de zusters met hoofddeksel bij het avondmaal komen. Als een zuster zou komen en ze vergeet haar hoofddeksel thuis, dan zou het slecht zijn als we vanwege de traditie die zuster weer naar huis zouden sturen. Traditie is geen doel. Traditie is een middel om het doel te bereiken. En het doel is God dienen. En we proberen mensen te helpen om God op, zoals we denken, God op de juiste manier te aanbidden. Maar als die persoon vanwege omstandigheden niet kan, dan moeten we daarover geen ruzie maken. Dan hoeven we de persoon niet de hel in te sturen, maar we zouden daar toch uitzondering moeten kunnen maken. Dus nogmaals, traditie is niet slecht. Traditie wordt echt wel, laat me zeggen, heel slecht wanneer we traditie maken tot doel. Traditie is een middel en geen doel op zich. Ik heb wel eens mensen horen zeggen dat de EBG vooruit zou komen of de werking van de Heilige Geest beter zou zijn als we die tradities aan de kant zouden zetten. U heeft net gezegd, het is een middel. Denkt u dat dat ook deel is van de beleving van de Heilige Geest? Kijk, God is zo machtig, hè? Hij kan door traditie heen breken. Ik denk dat we die liefde meer aan elkaar moeten tonen. Ons gedrag, de manier hoe we met elkaar en over elkaar praten, dat we daaraan iets moeten doen. Als God wil doorbreken, breekt hij door traditie. Hij is de schepper. Traditie hoeft hem niet te belemmeren. Als hij een opwekking wil geven, geeft hij dwars door alle traditie heen. En hij maakt onze ogen open om in te zien dat die tradities die belemmerend zijn, dat we ze weglaten. Maar soms geven we traditie de schuld. Laat ons elkaar meer lief hebben. Laat ons meer voor elkaar bidden. En persoonlijk de Bijbel bestuderen. En persoonlijke stille tijd hebben. Want als een ieder God op de juiste manier dient, dan merken we dat er een opwekking komt. Maar als ik bijvoorbeeld pas op de zondag mijn Bijbel lees en op de zondag me kerkelijk ga gedragen en door de week heen ken ik God niet eens. Dan is dat. Dan heeft het niet te maken met traditie, te maken met mijn persoonlijke relatie met de Heer. Dus ik denk dat wij meer als persoon de Heer moeten bidden om in en door ons te werken. En wanneer we bij elkaar komen, dan is het vuur van het geloof groter, waardoor er meer kan gebeuren. Daar zijn geen grenzen, daar zijn geen grenzen aan Jezus macht.